Ja, de tip van Jan. Ik heb namelijk een tip van Jan gekregen over de brandstoftank, het filter in de brandstoftank. En Jan heeft daar een hele mooie video van gemaakt. Die zet ik natuurlijk eventjes hier onder deze video. Nou, dit is geen aardappel waar ik aan het schillen ben, maar een stuk gember hoor. Voor in de smoothie. Ik heb namelijk een klein probleempje met de auto en hij heeft daar een video van gemaakt. Als je die video bekijkt, weet je gelijk wat het probleempje is. En als jij nou een probleem met je camper hebt, of het nou motorisch is, of zeg maar iets in de camper, hè, een waterpomp of zo, iets met de stroom, een storing, een lekkage, weet ik wat. Maak een video en app het naar hem. Een WhatsApp is dat, hè? Ja? Wat je dan moet doen, hè? Ja. Een telefoonnummer staat in de video, zo bovenaan in beeld. Alleen op de video die ik hieronder zet, dat hij de tip van ons geeft, is dat een beetje onduidelijk. Maar als je dan eventjes naar zijn kanaal gaat en je kijkt dan naar de vorige video, dat was, welke tip deed hij toen ook alweer? Van Pascal? Ja. Ja, hè? Van Pascal met de MB100 bus. Daar zie je het telefoonnummer zie je dan heel duidelijk aan. Weet je, wij zetten het nummer er ook wel eventjes bij. En ja, ik vind het een ideaal. Hij zegt dat hij nou tijd heeft. Tijdens deze corona-crisis, moet ik zeggen. Hè? Ik mag geen gekte meer zeggen. En ja, dan doet hij dit soort dingen. Ik vind dat super, dat meen ik echt. Dus kijk maar eventjes naar de video van hem. En vraag het hem eventjes als je een probleempje hebt.